Hi Schorpioen, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 51. En dat is van maandag 19 december tot en met zondag 25 december. Dus aan de kaarten schudden om te kijken wat week 51 voor de Schorpioen gaat brengen. Dan lijkt het Schorpioen alsof deze week een week is waarbij je ja, echt heel erg tevreden gaat zijn. Het is wel een week waar een beetje pieken en dalen kunnen zijn. Want ik heb het idee dat je het gevoel hebt dat je misschien wel een lot uit de loterij hebt gewonnen. Dat je echt denkt van jeetje, wat ben ik dankbaar van waar ik mag staan en wat ik mag doen. Er is zelfs kans dat er iets nieuws staat te gebeuren waar je heel erg enthousiast over wordt. En toch ligt er ook een klein stukje dat je het gevoel hebt niet helemaal te kunnen voldoen. En het mooie is dat er zoveel mooie dingen liggen waar je ook dankbaar voor bent. Dus er lijkt één specifiek onderwerp voor jou uit te komen die je dan extra aandacht gaat geven, wat misschien nog net even niet de tijd is. Maar er liggen deze week echt mooie mogelijkheden en je ziet ze ook en je lijkt ze ook echt aan te gaan pakken. Dus dat kleine stukje wat misschien even een beetje roet in de eten gooit, lijkt je ook wel weer heel snel aan de zijkant te kunnen zetten. En misschien zie je het ook wel juist in een soort evenwicht, zodat je weet dat je echt wel dankbaar bent, maar dat bepaalde dingen gewoon even soms wat moeilijker kunnen zijn. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.